Een kwestie van tijd, vergeet niet, voordat Michael kwam, heeft het ook 27 jaar geduurd. Dus ja, maar of Vettel dan nog achter het stuur zit... Dames en heren, heel hartelijk welkom. Het is tijd voor Slipstream en we staan op een bijzondere locatie. We zijn naar Keulen afgereisd, daar is Motor World... En daar is de Michael Schumacher Private Collection. En het is een waanzinnige collectie. En natuurlijk, we gaan al het autosportnieuws even behandelen. We kijken vooruit naar de Grand Prix van Amerika. Maar Kees, als jij hier loopt, ja, het is een trip down memory lane. Ja, dit is natuurlijk geweldig voor mij. Ik heb het merendeel wat hier staat meegemaakt. En ik was ook eregast, maar een van de geëerde mensen bij de opening van deze collectie. En ja, het doet maar wat. Dit is heel bijzonder. Ja, want wat je ook meteen realiseert als je hier binnenkomt is hoeveel Formule 1 auto's die heeft gereden. Wat de impact is geweest, zijn helmen, alles. Helmen van wedstrijden, alles fantastisch gedocumenteerd. Natuurlijk zijn die auto's prachtig, maar het hele verhaal erachter is ook zo mooi. Nou ja, en wat ook bijzonder is, dat Michael dat allemaal zelf bewaard heeft. En ook daarbij alles gestickerd heeft. Hè? Van die race, dit aangehad, die race, deze helm. Alles is perfect bewaard gebleven. Ja, en het is nu grandioos dat dat voor het publiek uitgesteld is. Ja. Dus een aanrader voor iedereen. Ja, absoluut. En ik moet toch even zeggen, toen ik hier binnenkwam, we gaan hem zo zien. Zijn Formule Ford staat hier zelfs. En het leuke van die Formule Ford is, toen hij daarmee racen, toen won hij zijn allereerste race ooit op zolder met monteur Peter Siebe. Jij kent hem ook goed. En daar heb ik toch ook nog hele mooie herinneringen aan. Er staat er een Formule 3 auto waar jij volgens mij tegen racete, Kees, op dat moment. Nou ja, ik begeleidde die auto. Hè. Ik zat niet achter het stuur, maar met Heinz-Harald Frentzen en dan Karl Wendlinger. Die drie streden om het kampioenschap. En ja, ik begeleidde dan Frentzen in dat geval. Ja, we kunnen het er heel lang over hebben. In december dan zenden we nog veel meer uit van wat we hier opnemen. Maar even één ding, Kees. Hoe bijzonder is Michael Schumacher? Nou ja, bijzonder is natuurlijk zijn prestatie die hij geleverd heeft in Formule 1. Tot nu toe heeft hij nog steeds de meeste races gewonnen en de meeste wereldkampioenschappen. Dat alleen al maakt iemand bijzonder. Maar ik moet zeggen, en dat is toch wel eens, vind ik, onderbelicht. Het was ook een buitengewoon sociaal en aardige vent. Waar je ook verschrikkelijk mee kan lachen. Ja. En die herinnering. En een familieman. Nou ja, ja. Dat is niet iedereen zo misschien overgekomen. Maar daar herinner ik hem het meest aan. Ja, zijn er misschien wel voor mensen twee. Eentje die heel gefocust was op zijn prestaties in de Formule 1. En als hij eenmaal het circuit af was en met de familie was, dan was het gewoon echt de vriendelijkheid zelf. Hè? Ik bedoel... Nee, absoluut. Maar ik wil zelfs ook zeggen, op het circuit, na afloop van een race, gewonnen of niet gewonnen. Gelukkig kwam het laatste niet zo gek veel voor. Maar dan was het altijd ook met hem heel gezellig bij het Zimmerman, de cateraar voor Bernie Ecclestone. Waar de hoge heren bij elkaar kwamen. En dan lag er ook wel, er werd er veel gelachen. En een sigaar of wat anders. Een snapsje. Ja, een snapje. Ja. Binnenkort dus veel meer over Michael Schumacher en de collectie hier. Maar we gaan nu eerst even het autosportnieuws van deze week behandelen. En dan hoeven we ook niet ver te gaan. Hockenheim, een beetje zuidelijker van waar we nu zijn. Mick Schumacher, Europees Formule 3 kampioen geworden. Nou roept Gerhard Berger meteen, hij is klaar voor de Formule 1. Ja, dat vind ik een beetje voorbarig, maar wel een mijlpaal. Nee, dat is natuurlijk geweldig, deze opvolging. Hè? En dan kom ik even weer terug bij Michael. Ik was erbij, toen begeleid ik wel Michael, dat hij ook aan het Europees kampioenschap Formule 3 in Bugatti, het kleine circuit van Le Mans, meedeed. En daar iedereen helemaal zoek reed en dan later gediskwalificeerd werd vanwege een administratieve fout. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wij samenwerkten en waar die mij ook enorm beïndrukte. En dat heeft Mick nu ook gedaan, want op deze plek, toen het museum geopend werd, sprak ik met Mick en hadden we het erover waarom het niet zo goed ging. Nou, hij had vooral moeite met het kwalificeren om die ene ronde eruit te persen. En als je dan niet vooraan staat, dan ben je al gauw gezien in Formule 3. En toen was het mooie wat hij tegen mij zei, maar ik geef niet op. Nou, dat heeft hij duidelijk niet gedaan. Met als resultaat die titel die hij gisteren behaald heeft, of eigenlijk zaterdag al. Zo grandioos. En ik vermoed, de Schumachers kennende, dat zijn carrière nu langzaam verder gaat, hè, stap voor stap. En zo heeft Michael dat ook gedaan. Zullen we laten zien met de verschillende auto's die hij bereden heeft. Ook niet meteen een sprong in diepe gemaakt. Dus ik verwacht dat Mick volgend jaar Formule 2 gaat rijden. Ja, daar gaan denk ik wij allemaal vanuit, Kees. Ja. Over Formule 1 gesproken. Ik denk het nieuws van de week. George Russell gaat Formule 2 kampioen worden als het allemaal gaat zoals het moet gaan. En heeft getekend bij Williams. Voor hem fantastisch. Ja, dat eerste is fantastisch als hij dat kampioen... De tweede weet ik niet helemaal. Maar ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus misschien heeft Williams volgend jaar een betere auto. Verdient deze jongen ook. Laat ik zeggen, iedere Williams-rijders en ook Claire verdient dat. Dat er eindelijk wat minder drama is. Ja, maar je zou bijna zeggen, ze weten nou zo goed wat niet werkt... dat je toch bijna uit moet komen bij wat wel werkt. Ja, laten we dat hopen. Ik weet niet of ze werkelijk weten. Nou ja, goed, er zijn een aantal problemen met de aerodynamica, met de koeling. Maar goed, om dat allemaal te verbeteren. Maar in ieder geval, Russell is prima. En het is dan leuk dat er gezegd wordt dat hij een e-mailtje gestuurd heeft. Hè. Maar ik vermoed dat toch Toto Wolff iets meer druk heeft uitgeoefend. Ja. Maar prima voor dat de jonge rijders... ook in de Formule 1 een kans krijgen. Ja, en dan zou je zeggen, in eerste instantie... Mercedes had Ocon daar naar voren moeten schuiven. De vraag is natuurlijk, misschien komt Ocon daar wel terecht... maar staat hij te springen om in de Williams te springen? Nou ja, dat ben ik met je eens. Kijk, Russell heeft niks te verliezen. Die komt en die moet nog van alles bewijzen, dus dat is prima. En hij maakt zijn debuut en dan is het ook niet zo erg... als hij weer, het is niet zo leuk, maar het is niet zo erg als hij achteraan moet rijden. Ocon is een ander verhaal, dat is een toprijder... Die verdient een topauto waarmee die echt kan rijden voor het podium. En dan weet ik ook niet of het verstandig zou zijn om in een huidige Williams te gaan rijden. Nee, 21 races. De kalender is definitief. Ik zag even gauw geen echt back-to-back races meer. Het is wat verder uit elkaar gespreid, wat langer. En het leuke is, als je dan meteen daarover gaat lezen, dan roept Cyril Abiteboul van Renault... 15 of 16 is genoeg. Christian Horner zegt, nou, dit is prima, misschien wel maximaal. En Tos zegt, hey, 25 kan ook. Ja, precies. Precies. Dus, nou ja, dat zie je. Hè. Zoveel mensen, zoveel meningen. Nou, dat is ook prima. En de waarheid zal in het midden liggen. Maar ik vond dan wel leuk, even de leuke kant van al dit geklets... is dat dan Horner weer zegt, of zou Renault wat minder races willen hebben... vanwege de betrouwbaarheid van hun motoren. Hè? Dus gezien het aantal motoren wat gewisseld mag worden. Ja. Nou, prima. Ja, een beetje steek onder water. Ja, daar zijn ze overigens heel erg mee. Ook Abiteboul die nu weer zegt dat Red Bull het helemaal verkeerd gedaan heeft met Daniel Ricciardo en hem verkeerd behandeld. En daardoor hebben ze hem uiteindelijk kunnen paaien om bij Renault terecht te komen. Ik vind dat allemaal, joh, ga een auto bouwen. Nou, exact. Je haalt de woorden uit mijn mond. Ik zou zeggen, oké, dat is allemaal leuk en aardig. Dat kan je misschien bij een biertje doen, een beetje over een ander kletsen. Maar zou je niet eerst concentreren, want zo goed gaat het natuurlijk daar ook niet. Hè? En dan heb ik het niet alleen over de motoren, maar ook qua chassis, qua resultaten. Dus zou je daar niet op concentreren en intern wat meer bespreken. Ja, we staan overigens in een museum, zoals u weet. En er wordt ook nog een beetje gewerkt. Af en toe wordt er nog wat geboord. U hoort mensen lopen. Ja, we kunnen niet het museum maar dicht doen en zeggen allemaal erbuiten. Dus als er wat herrie is, sorry daarvoor, het is niet anders. Dan voordat we naar Austin gaan, toch nog even Ferrari en de FIA. Want dat blijft. De FIA zegt, we hebben die sensor in Monaco. Het gaat om een sensor in Monaco al erin gezet. En dat heeft niks met de prestaties te maken. Maar waarom bemoeit iedereen zich er nou weer mee, Kees? Ik vermoed omdat wij het opgerakeld hebben. Nee, maar die gedachte kwam ook bij mij op. Hè. Ik heb vorige keer gezegd, waar rook is, is vuur. Nou, eerst komt Arie Verbenen, nu komt weer de FIA, Charlie Whiting met een opmerking daarover. Ik denk, nou ja, als het allemaal niet zo is, laat het dan gewoon met rust. Hè. Dan gaan we verder. En dan moet ik wel Vettel citeren, die heeft gezegd... wij moeten nu bewijzen dat we wel goed zijn, hè? En dat het niet aan allerlei dingen ligt. Dat we gewoon dus, nou ja, Austin wordt misschien zijn kans. Ja, nou heeft overigens Arie Verbenen gezegd, het is een kwestie van tijd dat Vettel met Ferrari kampioen gaat worden. Niet dit jaar, maar in de komende jaren. Aan de andere kant, als ze het hadden moeten worden, in mijn optiek is het dit jaar, want volgend jaar, of je weet niet wat er gaat gebeuren. Ze kunnen de plank misslaan, Honda met Red Bull kan ineens naar voren komen. Ik wou net zeggen, we hebben volgend jaar natuurlijk Honda, Red Bull, Verstappen. Ja. Dus het wordt volgend jaar iets zwaarder. Maar een kwestie van tijd, vergeet niet, voordat Michael kwam, heeft het ook 27 jaar geduurd. Dus ja, maar of Vettel dan nog achter het stuur zit. En ik heb daar al eens een keer een opmerking over gemaakt. En ja, kijk eens, ik weet dat Verstappen niet volgend jaar in een Ferrari kan zitten. Maar als, of ze alles op Vettel moeten zetten, is de grote vraag. Is de grote vraag. Ja. Maar goed, kwestie van tijd, ja, dat gaat altijd lukken. Ja. Ik kreeg een heleboel mensen over me heen vorige week, omdat ik gezegd had dat ik alle straffen belachelijk vond. En niet alleen de straf voor Max. En dan krijg je mensen die zeggen, ja, maar Max is toch schuldig? Allemaal. Ik zeg, jongens, alle straffen de wereld uit. Als we een jaar teruggaan naar Austin, daar werd Max ook bestraft. En we gaan weer terug. En ze hebben de track limits op een aantal plaatsen schijnbaar zo proberen te veranderen als de hele hoge curbstones hebben neergelegd. Ja, of dat dan de manier is, weet ik ook niet. Maar dat wordt wel het dingetje natuurlijk van het weekend. De track limits. Ja, goed. Het is voor iedereen hetzelfde. Ik vind dat zijn twee verschillende dingen, die track limits of die straffen. Die straf is vooral het punt dat het zo willekeurig is. Ja. De ene keer dit, de andere keer dat. Maar goed, ja, ze moeten allemaal nou om die curbs heen rijden. Dus daar zie ik geen probleem in. Nee. En ook niet voor Max. Nee, wat gaan we het schijnt een beetje, het weerbericht zegt donderdag, vrijdag, zaterdag regen, zondag droog. Het zou wel eens een heel raar weekend kunnen worden, Kees. Ja, dat kan. En dat is dan wel spijtig ook dat, zeg maar, het onvoorspelbare zit in omstandigheden van buitenaf. Hè? Want anders ga je toch weer eraan denken, nou ja, het zal wel weer Hamilton worden. Maar goed, Max heeft laten zien op circuits waar je eigenlijk niet mee mag rekenen dat hij op het podium komt. Hij is hem toch gelukt. Een klein beetje hulp van stommiteiten bij anderen. Maar dat neemt niet weg, het is hem gelukt. Nou ja, hier is het toch meer kans met zijn materiaal. Dus ja, misschien noem je dat raar. Maar ik verwacht dat hij hier toch wel eens mee zou kunnen doen om de ereplaatsen. Ja, en dan hangt het dan echt ook weer van de kwalificatie af. Tweede rij, derde rij. Eerste rij zou helemaal waanzinnig zijn natuurlijk. Maar je moet wel in een positie komen om te vechten. Ja, goed, oké. Maar goed, als hij snel genoeg is om laten we zeggen, voor eerste of tweede te strijden, dan is hij dat ook wel in de training. Zo. Dus ik ga met veel verwachting kijken. Ja, we gaan geen top 3 zeggen, hè? Nee, want die zou toch eentonig zijn en koffiedikheid is ook niet mijn sterkste kant. Dus nee, maar ik ga wel met veel plezier en motivatie en verwachting ga ik kijken. Ja, nou we gaan eerst hier even kijken, waaronder de 2004-auto. Die werd volgens mij in Hongarije al wereldkampioen. En dan zou je bijna kunnen zeggen, als Hamilton het dit jaar wordt, dan wordt hij het wat laat. Ja, goed, 2001 was alleen Magny-Cours. Ja. Door die overwinning is ook die hele puntentelling weer anders gemaakt. Hè? Omdat dat was toen niet zo goed voor de spanning van de rest van het seizoen. Ja, maar het is in ieder geval nu later. Matchpoint is het voor Lewis Hamilton. Hij kan dit weekend wereldkampioen Formule 1 worden. Of hij het wordt, gaan we zien. Maandag gaan wij erover napraten. En tot die tijd volg je gewoon al het Formule 1 nieuws en autosportnieuws op rtlgp.nl. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan gaan Kees en ik gezellig door het museum wandelen. En dat kunt u binnenkort zien op RTLGP YouTube. Tot maandag. Sorry, je bent wat vergeten. Oh jee. Iets heel belangrijks in de wereld. Vrouwen. De vrouwen? Ja. W-series. Ja. Ik ben ze inderdaad, ik had ze nog opgeschreven. Ja. Jij vindt het geen goed idee? Nou, ik wel. Ja. Ik vind het fantastisch. En laat ik beginnen waarom. Kees, een vrouw naar de Formule 1, zoals het de afgelopen jaren gegaan is niet gelukt. Dus als je een platform wil creëren om die ene vrouw te vinden in een Formule 3-achtige auto, die je dan richting de Formule 1 kan begeleiden, ja, dat juich ik toe, zo'n platform. Ik gun iedere vrouw, dus een klasse apart, maar niet dat dit de opleiding is voor Formule 1. Het spijt me. Een vrouw, en dan noem ik zo meteen ook twee voorbeelden, moet kunnen racen. In dit geval, het is geen rugby, moet kunnen racen tegen mannen en de beste komt naar boven. En dan stel ik jou een vraag. Hè. Eén, we zijn hier in Duitsland, dus noem ik even Ellen Lohr. Ja. Maar ik kan nog wel een paar dames noemen die naar mijn inzicht makkelijk Formule 1 mee hadden kunnen komen. Ik zeg niet vooraan, maar mee hadden kunnen komen. Maar hebben we in Nederland Beitske Visser. Zo, een groot talent. Heb ik ook gezien dat hij gewoon tegen mannen kan racen. Ja. Hè, en ook verslaan. Zo, en waarom is hij er niet gekomen? Of nog niet gekomen? Nee, omdat het misschien het talent niet, misschien het geld niet, misschien het verkeerde team op het verkeerde moment. Maar als je nou ik weet waar je heen wil. Kijk, uiteindelijk moeten ze tegen de mannen rijden. Maar als je nou de nieuwe Ellen Lohr of de nieuwe Beitske Visser wil vinden en je creëert daarvoor een platform om vrouwen tegen elkaar te laten racen en zeggen, jou pak ik en met jou gaan we door. Ja, dat juich ik toe. Dat is prima, maar goed. Maar dan betekent dus gaan we eerst uitselecteren. Net zoals we vroeger een challenge hadden in Nederland. Hè, waar Gerrit van Kouwen bijvoorbeeld uitgekomen is. Nou, hartstikke leuk. Zo. Maar we hadden ook kunnen zeggen, of men had ook kunnen zeggen, we zijn Nederlander. Beitske is een groot talent. Oké, we willen een dame naar de Formule 1 brengen. Nou, breng die onder bij Prema, het team voor de kijker waar Mick nou net kampioen. Breng die onder tot aan niets ontbreekt, het beste team. En kijken hoe ver die dan komt. Ja. Dan dit is toch gewoon een beetje PR weer. Dat is het. En maar als dan de winnaar bij Prema ondergebracht wordt om die naar de Formule 1, dan ben ik voor. Ja, ik ook. Oké, als dat zo ver gaat. Hè, maar ik heb daar mijn twijfels over. Oké, volgende week. Maar goed, we zijn de vrouwen niet vergeten. Nee, absoluut niet. Dus tot volgende week.